Op de Maas bij Baarlo is dinsdagmiddag een schip tegen een veerpont gebotst. Het ongeval gebeurde nabij de Rofvaart tussen Steil en Baarlo. Volgens veerpontbaas Ton Paulus heeft het schip vermoedelijk stuurloos over de Maas gedreven. Het is nog onduidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Paulus zegt dat de veerpont uit de vaart is en dat er daarom geen mensen op aanwezig waren. Wel is er flinke schade. Hoe groot de schade exact is, moet nader onderzoek uitwijzen. Zaterdag ging het ook al mis op de Maas, toen er vanuit Linnen naar Roermond 5 duwbakken stuurloos op het water dreven.